Amsterdam staat aan de lijn. Wie aan Amsterdam komt, die komt ook een beetje aan mij. Ja, de virtueuze matrozen zingen over Amsterdam aan het IJ. IJburg. Morgen stemmen voor het referendum. Ja of nee tegen IJburg. Ga stemmen, want dat is een hele goede manier waarop wij als burgers kunnen laten weten aan het gemeentebestuur wat we ervan vinden. Over IJburg in dit programma allerlei meningen. Eerst de virtueuze matrozen maar weer even. Samen bij de afgrond, op de poorten van de hel. In een enorme vuurzee, of in een isolatiecel. En al worden we uitgehongerd, tot aan de laatste gram. Wat er ook gebeuren gaat, wij komen terug in Amsterdam. Amsterdam staat aan het water. Amsterdam staat aan de lijn. Wie aan Amsterdam komt, die komt ook een beetje aan mij. Amsterdam staat aan de water. Amsterdam staat aan de lijn. Wie aan Amsterdam komt, die komt ook een beetje aan mij. Ja, die komt ook een beetje aan mij. Ik ben tegen IJburg, ja. Ja. Dat is, gaat ten koste van de zee waar wij dus noods, wij varen daar dus. Tegen IJburg, jongens. Tegen mij heeft hij gezegd dat hij er graag wil wonen. Nee. Tegen IJburg. Alle zeemannen zijn tegen IJburg. Ja, de voorstanders van IJburg krijgen met geld van de gemeente ruimschoots de kans hun mening te geven. In Mister Media geven we daarom wat ruimte aan de mensen die tegen zijn. Een evenwicht moet er zijn. Maar we blijven erbij. Ga morgen stemmen. Of u voor of tegen IJburg bent, laat uw mening doorklinken. En om te beginnen laten we Roel van Duin weer zijn mening geven. Hij is tegen IJburg en voor alternatieven zoals het over bouwen van de A10. Naast mij zit Roel van Duin, nestoer van de Amsterdamse lokale politiek. Politicus puur zang, luis in de pels van wederom de Amsterdamse politiek. Meneer van Duin, welke van die labels past het meest bij u? Nou, dat luizende pels denk ik eigenlijk dat het nog het meest past. Want ik vertegenwoordig vaak een minderheidsstandpunt in de gemeenteraad. Wat op langere termijn toch vooruitziend blijkt te zijn geweest. En wat een bepaalde doorwerking heeft. Bijvoorbeeld toen het ging over de stadsprovincie. Toen zei de hele gemeenteraad, de stadsprovincie moet er komen. De gemeente Amsterdam moet worden opgeheven. En ik zei nee, de gemeente Amsterdam moet blijven bestaan. We moeten die stadsprovincie niet hebben, want dat werkt helemaal niet. Dat is alleen maar bureaucratische romslomp. Nou ja, een tijd lang lachte iedereen een beetje over mij in de gemeenteraad. Maar toen kwam dat referendum. En toen bleek dat het overgrote deel van de bevolking met mij eens was. En ja, was ik eigenlijk het enige raadslid wat op zijn gemak daar op zijn stoel zat. En ja, zo is het ook met een boel andere dingen gegaan. Ik ben een jaar 25 geleden al begonnen met pleiten voor de invoering van windenergie en zonne-energie. Toen zei de gemeenteraad, ja, hij hoeft hem daar in zo'n omgekeerde donkere shot. Hij loopt met molentjes. Hij loopt met molentjes, ja. Maar ja, nu doet de gemeente energiebedrijf niets anders dan te proberen om wind- en zonne-energie te realiseren. En dat is een uitgangspunt van de hele gevestigde politiek geworden. Dus zo is het ook natuurlijk gegaan op het gebied van het denken over het milieu in het algemeen.
Ik heb daar heel veel aanzetten toegegeven. Ik heb gewaarschuwd. En ja, op dit moment nemen de politieke partijen dat in hun propaganda althans serieus. Ik wil eventjes terug naar vroeger. Een aantal geleden, ik zei het al aan het begin, Nestor van de Amsterdamse politiek. Ja. U zit daar al erg lang in. Korte onderbreking, ik geloof ik ben even boer in Groningen geweest. Ik ben 6 jaar boer geweest, biologische boer in Groningen. En dat is ook een mooie experimentele tijd geweest. Maar het overgrote deel van mijn levensloop heb ik dus met politiek bemoeid. Waar komt die bevlogenheid bij u vandaan? Ja, ik denk dat gewoon komt uit mijn opvoeding. Ik ben opgevoed om de natuur te dienen en met mensen om te gaan, om creatief te zijn. Mm-hmm. Daar hebben mijn ouders me toe gestimuleerd en dat is me een beetje gelukt, hoop ik. Als ik even kijk naar de jeugd van tegenwoordig, vergelijk ik met die jeugd uit de periode, de opkomst van de provo-beweging, de kabaalbeweging. Kun je dan zeggen dat het nu eigenlijk ontzettend mat is, die interesse voor de politiek, om maar het woord bevlogenheid helemaal niet in de mond te nemen? Nou ja, ik vind niet dat er nou zo'n armoede is aan politieke activiteit. Ik vind wel dat bij de gemeente voortdurend groepen aankloppen die iets willen in de stad. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld in het verschijnsel referendum. Als de gemeenteraad echt iets besluit wat op weerstand stuit in de bevolking, nou, dan slaagt men er toch in om enorme aantallen handtekeningen te verzamelen. Dat lukt toch in elk geval beter dan vroeger. Maar aan de andere kant is het ook waar dat er een bepaalde terughoudendheid is bij jongeren die vroeger niet zo duidelijk was als nu. En ik denk dat dat te maken heeft met het verschijnsel werkloosheid. Werkloosheid maakt dat veel jongeren er vooral op gericht zijn van zich toch in te werken in een baan. Ja. En dat betekent dat je aandacht daarop spitst en ook dat je een zekere angst hebt om uit de toon te vallen. Mm-hmm. Want wie uit de toon valt, die loopt een extra risico dat die door degene die de banen verdelen niet serieus wordt genomen. Ja, maar goed, je kunt nog altijd de politiek in. Ik refereer dat even aan u zelf. Kan ook zeker, absoluut. Uit de toon vallen, maar het is allemaal goed gekomen wat dat betreft. Ja, nou ja. Oké, door creativiteit kan je natuurlijk een eigen wereld veroveren, in het algemeen. Niet alleen in de politiek, maar je kunt een eigen beroep opbouwen. Ja. Maar hoe komt het nou met die huidige werkloos dat de jongeren, wij spreken, niet de straat op gaat? Want wij pikken dit niet meer, zoals dat vroeger toch wel min of meer gebeurde. Ja, nou ja, wat ik zeg, ik denk dat angst daar een rol in speelt. Maar het kan ook elk moment omslaan. Hè? Het kan ook te gek worden en dat jongeren gaan denken van dit is onaanvaardbaar en wij strijden nu voor een andere maatschappij waarin het werk rechtvaardig verdeeld wordt. Dat kan ook elk moment gebeuren. Wij worden soms gehandicapt door gebrek aan verbeeldingskracht en denken dat de toestand waarin we nu verkeren, dat nog wel een hele tijd zal duren. Maar in werkelijkheid gaat de geschiedenis met schokken en golven. En wat nu is, dat kan over een jaar weer heel anders zijn. Misschien even een gek zijsprongetje. Ik wil eventjes naar de koffieshops in Amsterdam, de softdrugs. Ja. Zou dat er toe kunnen bijdragen aan die matheid van de jeugd? Met andere woorden, als we even die softdrugs beschouwen in het kader van het gebruik van softdrugs. Van geef die jongeren softdrugs en ze blijven van de straat af, maar ze houden zich ook voor de rest politiek gedijst. Is dat een stelling waarvan u zegt, dat is echt van de gekke? Nee, dat vind ik echt onzin. Want kijk, het gebruik van alcohol is natuurlijk toch veel en veel meer om zich heen gegrepen dan dat van drugs. En alcohol is even goed een bliksemafleider. Ik denk niet dat het hem daarin zit. Overigens ben ik niet erg voor drugs. Ik ben daar tegen, liever gezegd. Ik vind dat wel een gevaar voor de volksgezondheid, het gebruik van drugs, inclusief alcohol, roken enzovoort. Nou,
is de laatste tijd wel de vraag opgekomen van ja, moeten we dat dan toch niet maar niet legaliseren, omdat het zo'n waanzinnige druk legt op de politie en justitie. Nou, daar voel ik wel veel voor die redenering. Want de criminalisatie van het gebruik van drugs, dat leidt ertoe dat je eigenlijk in een onhanteerbare situatie komt. De gevangenissen zitten vol met mensen die met drugs te maken hebben. En het gebruik van drugs neemt niet echt af ondertussen. Dus het is een oorlog die je eigenlijk niet winnen kunt. Waar ik voor ben, is dat we twee dingen doen. Aan de ene kant dat we softdrugs en misschien ook harddrugs op den duur vrijlaten. Mm-hmm. Maar dat tegelijkertijd combineren met een uitgebreide voorlichtingscampagne. Ja. Waarschuwen tegen het gebruik van drugs. Sterker nog dan die op het ogenblik die voorlichting is. En dat zou zo aan de dijk kunnen zetten. Ja, hoeveel mensen op dit ogenblik toch aan de softdrugs zijn. Als je drugs legaliseert, dan bergt dat een zeker risico in zich dat bepaalde bevolkingsgroepen dan misschien makkelijker drugs gebruiken. Dus dat zou je dan tegen moeten gaan met een grootschipse voorlichting over het gevaar van drugs. Het feit dat de gemiddelde Amsterdammer gaat wat ver, maar in ieder geval toch een aantal Amsterdammers op dit ogenblik, uiteraard gebeurt het ook buiten Amsterdam, maar een leuke bijverdienste hebben aan het kweken van de zogenaamde wietplantjes en dergelijke. Hoe kijkt u daar tegenaan? Er is een bepaald gedoogbeleid, je mag een aantal plantjes geloof ik hebben voor eigen gebruik. Wat je nu in Amsterdam ziet, het fenomeen dat mensen planten in de tuin of op het dak gaan kweken, dat weer gaan verkopen aan de koffieshops. Men genereert er een inkomen mee. Ja, ik voel er niets voor, want ja, ik heb in mijn leven zelfs nog nooit een sigaret gerookt. Dus van mij hoeft dat allemaal niet. Maar het is natuurlijk wel een feit dat het gebeurt. En dat heeft te maken met hoge prijzen die weer ontstaan zijn door dat verbod ervan. Ja. Dus ik denk absoluut dat wanneer dat verbod wordt opgeheven, dat die prijzen flink zullen dalen. En daarmee ook het enthousiasme van de aanbieders. Op die manier. Ja. Dus ja, het kan er ook toe leiden dat wanneer je het vrijlaat, dat het gebruik juist afneemt. Waar we dat betreft, niemand weet het. Niemand weet dat precies. Maar één ding is zeker, politie en justitie zullen veel meer aandacht kunnen besteden aan georganiseerde misdaad, aan inbraak, aan maffia, aan vrouwenhandel. Daar zullen ze dan hun krachten aan kunnen besteden. En dat lijkt mij een goed resultaat van de legalisatie van drugs. Even een ander punt. U bent fractievoorzitter van De Groenen. De Groenen, het is een eenmanspartij. Nee, het is niet een eenmanspartij. Het is een partij die door veel mensen wordt gedragen, maar we hebben één zetel. Laat ik het inderdaad. Ik geloof dat je dan van een eenmanspartij spreekt, althans waar het de gemeenteraad betreft. Laat ik het dan zo formuleren. We hebben een eenmansfractie, ja. Ja, op die manier. Is dat, moet ik zeggen, een bewuste keuze of is het een het is een tijdelijke omstandigheid. Bij de volgende verkiezingen zul je zien dat we weer een flink aantal zetels hebben. Omdat wij dus de enige partij zijn geweest die bij verschillende referenda de kant hebben gekozen van de overgrote meerderheid van de Amsterdamse bevolking. Bijvoorbeeld bij het referendum over de stadsprovincie, over het weilandje in Sloten. Ook het referendum over het autonoom maken van de binnenstad. En ik vermoed ook bij toekomstige referenda nog. De meeste partijen die in Amsterdam in de gemeenteraad zitten of in het college van BW zijn vertegenwoordigd, hebben een landelijke achterban. Ja. De Groenen hebben dat niet. Nou, we hebben wel een landelijke partij. We zijn ook in verschillende gemeenteraden in Nederland vertegenwoordigd sinds kort. En we hebben ook een zetel in de Eerste Kamer. Maar die en Tweede ook Kamer? In Provinciale Staten hebben we zetels. Ja. Maar die Tweede Kamer, die door veel mensen als toch het belangrijkste orgaan van de volksvertegenwoordiging wordt gezien, daar ontbreken die Groenen in. Ja, maar daar komen we ook. Dat is toch geen bewuste keuze om daar niet in te gaan zitten? Nee, we zullen ook aan Tweede Kamerverkiezingen gaan deelnemen. Dus ook daarin wordt voorzien. Kijk eens aan, dus wat dat betreft in de toekomst de Groenen. Kijk, de Groenen hebben een hele speciale taak toch in de politiek om werkelijk op te komen voor het milieu en voor de democratie. En zolang andere partijen wat dat betreft geen radicale keuzes maken, vind ik dat wij dat moeten doen. En dat werkelijk nodig is, dat blijkt ook wel
wanneer je dus alleen in Amsterdam ziet dat wij de enige partij zijn die tegen Eiburg hebben gestemd. En de gangmakers zijn ook van referenda die tegen het overgrote deel van de gemeenteraad ingaan. En dat wij de enige partij zijn die opkomen voor de bescherming van het platteland en de natuur rond Amsterdam en ook de natuur in de stad. En ja, dat maakt dat wij toch vastbesloten zijn om door te gaan. Wat ik dan niet zo goed begrijp, u heeft in het verleden dat vorige referendum gelijk gekregen. Het ziet eruit dat u nu wederom met het referendum over Eiburg weer gelijk gaat krijgen. Ja. Hoe komt het dan toch dat zo weinig Amsterdammers op u en de Groenen stemmen? Ja, dat denk ik dat te maken heeft met de verwarring in naam met GroenLinks. Ja. Ik krijg na verkiezingen altijd veel schouderklopjes en handen schudden van mensen die zeggen van leuk, we hebben op je gestemd. Mm-hmm. Maar als ze even goed nadenken, blijkt dat ze op de lijst van GroenLinks hebben gestemd. Dus het is een pijnlijke verwarring waar we mee zitten. Ja, we hebben geprobeerd om te voorkomen dat GroenLinks die naam mocht hanteren. Ja. Wij bestonden eerder als de Groenen, maar de rechter die heeft dat toegestaan en ja, dat is een probleem waar we mee zitten. Nu we het toch over GroenLinks hebben, wat is misschien in een paar zinnen samen te vatten nou eigenlijk het grote verschil? Nou ja, kijk, GroenLinks die trekt niet die conclusies uit haar filosofie die wij er wel uit trekken. De conclusies, bijvoorbeeld dat het IJmeer open moet blijven, dat het natuurgebied bij Ruigoord moet blijven bestaan. Dat GroenLinks zegt, ja, laat dat maar versukkelen. Laat dat maar dan geasfalteerd worden. Laat het IJmeer dan maar tot woningbouw bestempeld worden. GroenLinks heeft ook gezegd van ja, die stadsprovincie die moet er maar komen. Ja. Dus dat zijn nogal duidelijke verschillen. We hebben het ook gezien bij het Amsterdamse Bos, waar GroenLinks zei van ja, kap die bomen maar, maak er maar tenniscentra enzovoort. En wij hebben gezegd, nee, er komt niks aan in, dat bos moet blijven. Ja, dus in de praktijk staan zij meestal aan de kant van de meerderheid van de gemeenteraad, die zegt van ja, goed, die natuur, je ontkomt er niet aan om die terug te dringen. En wij zeggen van nee, wij gaan achter elke boom staan. Maar in theorie zou u samen kunnen werken met GroenLinks, maar de praktijk... In theorie zouden we daarmee kunnen samenwerken. Ik hoop ook dat die dag eens een keertje komt. Maar zolang zij dus in de praktijk gewoon niet de daad bij het woord voegen... Ja. Heb je aan die groene filosofie van GroenLinks niks? Dat is wat ons uit elkaar houdt. Jammer genoeg. Ja, inderdaad, want het zou toch een blok kunnen zijn. Ik zou graag willen samenwerken, maar het zit er gewoon niet in onder deze omstandigheden. Als zij dus meer groene camouflage dan groene politiek bedrijven, dan kan het gewoon niet. Andere partijen, de SP bijvoorbeeld? Nou, de SP geldt eigenlijk hetzelfde voor, tot mijn verrassing. Want in het begin hoorde ik van ja, SP is overal tegen. Ja. Maar ja, dat komt ook niet uit de verf. Want ook de SP die sluit zich aan bij het voornemen om het IJmeer dicht te gaan maken. En die SP die zit ook niet achter het streven om de natuur bijvoorbeeld bij Ruigoord te beschermen. Ja. Dus ja, het is me erg tegengevallen. U wordt, het is al eerder ter sprake gekomen, vaak gezien als een Don Quixote vechtend tegen windmolens in de Amsterdamse lokale politiek. Wat vindt u van zo'n benaming? Ik kan me voorstellen aan de ene kant voor het geuzetitel. Ach, ik neem dat niet al te serieus en ik wil ook een beetje plezier houden in politiek. Dus ik haal daar mijn schouders over. En na verloop van tijd blijkt meestal toch dat ik wel gelijk heb gehad. Dus ja, dat laat ik langs mijn veren afglijden. Ik vind het wel mooi ook tegelijkertijd om de gemeenteraad af en toe te moeten choqueren met standpunten die absoluut niet die van de meerderheid zijn, ja, maar die dan achteraf toch wel blijken degelijk hout te snijden. Dus ik heb wel lol in mijn werk als tegendraadspoliticus. Op die manier. Ja. Maar komt u niet in een wat lastige positie te zitten richting collega's? Ik kan me voorstellen als er items punten zijn waar misschien die samenwerking wel van pas komt. Ja, ben ik aan gewend en ik ben flexibel geworden.
Er zijn ook punten waar ik wel met collega's uit de gemeenteraad kan samenwerken. Maar ik geef toe dat ik vaak van de nood een deugd moet maken. En dat ik van die geïsoleerde positie toch maar een soort schitterende isolatie moet maken. Splendid isolation, zei Disraeli in de vorige eeuw. Ja. Doordat ik vanuit die gemeenteraad de gelegenheid heb om mijn ideeën breed uit te dragen. En een van die ideeën is bijvoorbeeld het overbouwen van de A10. Ja, dat gaat via die gemeenteraadspositie. Gaat dat als een dopend vuurtje door de wereld. Ja. En ja, dat lijkt dan toch wel een efficiënte post te zijn. Ander punt, de referenda. We hebben er nu, althans het derde voor Amsterdam, zit er aan te komen. Wat vindt u van het fenomeen op zich? Nou, ik vind van het fenomeen referendum op zich, daar ben ik erg voor. Dat is een gelegenheid steeds weer voor burgers om zich te verdiepen in brandende kwesties van de Amsterdamse gemeenteraad. En dat werkt dus bewustwordend. En dat geeft de mensen ook de gelegenheid om hun inbreng te leveren en de verantwoordelijkheid. En dat is wezenlijk voor democratie. Dus ik vind dat een prachtige instelling. Burgemeester Partij daarentegen, die maakt zich ernstige zorgen over het fenomeen. Met andere stelling, het zou mogelijk zijn voor particulieren, eventueel criminelen, dan gaat hij op met voldoende geld om een referendum te kunnen kopen. Deelt u die angst? Nee, absoluut niet. Want kijk, hij heeft dat gezegd tegen de Vereniging voor Natuurmonumenten. Die vereniging die geeft wel eens waar wat geld aan het uitbrengen van haar gezichtspunten. Ja. Maar ja, het is een democratische vereniging. Dus ik zie niet in waarom dat niet mag. De gemeenteraad van Amsterdam heeft in de loop van de afgelopen 4 jaar... ongeveer 1,5 miljoen gulden gespendeerd voor de zogenaamde communicatie over Eiburg. En dat in werkelijkheid ook propaganda is. Dus de gemeenteraad van Amsterdam geeft vele malen meer geld uit. En als we het nu hebben over kopen van referenda, dan zou het partij eens een keertje naar zichzelf moeten kijken. En daarnaast geloof ik ook niet dat de invloed van geld bij die referenda doorslaggevend is. Want Amsterdammers zijn mensen die zelf kunnen nadenken. En die laten zich niet door het eerste, de beste reclamefilmpje in de luren leggen. Dat zijn toch mensen die een eigen oordeel opbouwen. Mm-hmm. Dus ik denk dat al die propaganda voor een heel groot deel gewoon langs de mensen heen spoelt. Maar Partijn die trekt het dan wat verder door. Hij zegt, stel je voor criminele organisaties. Ja, hij heeft een heel agressieve vergelijking gemaakt tussen de Vereniging voor Natuurmonumenten en de penose op de wallen. Ja, op zich natuurlijk een volkomen onterechte vergelijking. Ja. Maar even over die penose op de wallen. Ja. Mensen met misschien voldoende geld. Denk je niet echt dat wanneer de penose op de wallen, dat die filmpjes zouden gaan uitzenden over de zegeningen van de prostitutie. Dat de Amsterdammers daardoor voor uitbreiding van de prostitutie zouden zijn. Het is wat vergezocht. Geloof ik geen moer van. Dus wat dat betreft, ik vind het echt de onzin van de partij. En wat hij probeert is om het hele referendum als zodanig in discrediet te brengen. En dat moet hij gewoon niet doen, want het functioneert gewoon goed, het referendum. En ik hoop ook dat het in Nederland wordt ingevoerd. En wat dat betreft wordt er dus gewoon nog steeds een gevecht gevoerd over die invoering. En met dit soort uitlatingen stelt hij zich dus aan de andere kant op. Ja. Om te voorkomen dat het referendum nog verder wordt ingevoerd. Maar ik vind dat echt in strijd met de democratische wensen van de mensen in Nederland. De meeste mensen die willen wel degelijk referendum. Eventjes terug naar de structuur in verband met het referendum. We hebben in Amsterdam een wethouder, Jikkie van der Giezen, die belast is met zeg maar de organisatie van het referendum. Ja. Terwijl ze van de andere kant deel uitmaakt van een college van BNW, die nou juist voorstander zijn van het referendum. Wordt dat niet, althans zit het risico er niet in dat er een kwestie van belangenverstrengeling optreedt? Dat begrijp ik even niet. Kijk, de meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam is voor het houden van referenda. Ja. Nou, zij heeft dus tot taak om te zorgen dat volgens de regels van de referendumverordening verloopt. Nou, ik heb geen reden om te zeggen dat ze dat heel slecht doet of zo, dus ik heb daar verder geen kritiek op. Laat ik het dan anders formuleren. Op dit ogenblik is toch wel in de gemeenteraad een grote meerderheid een voorstander van Eiburg.
Ja, nee, dit is iets anders. Kijk, we hebben het dus over referenda als zodanig. Ja. Aan de ene kant. Maar nu hebben we het over de inhoud van een bepaald referendum. Nou, daarmee staat zij dus, daarin staat zij dus op het standpunt van de meerderheid van de gemeenteraad, namelijk voor Eiburg. Ja. En dan zou je dus kunnen zeggen van, is het niet een beetje verdacht dat iemand die stelling heeft genomen voor het ene gezichtspunt, dat die tevens toezicht heeft over de organisatie daarvan. Ja, nou, we moeten niet vergeten dat zij natuurlijk niet erg willekeurig te werk kan gaan, want we hebben die referendumverordening waar ze aan gebonden is, daar moeten ze zich aan houden. En er is ook nog een soort referendumcommissie, waar bijvoorbeeld Erik Jurgens en andere mensen in zitten, die van buitenaf de gang van zaken controleren. Dus zij kan niet bijvoorbeeld zomaar bij wijze van gril zeggen van nee, die handtekeningen zijn niet geldig of zo. Want dat zou via de rechter gecorrigeerd worden, zo'n uitspraak. Dus geen angst voor de belangenverstrengeling pot? Nee, wat ik dus wel een beetje griezelig vind, is dat in sommige gevallen een meerderheid van de gemeenteraad heeft gezegd, ja, er zijn weliswaar voldoende handtekeningen binnengekomen. Ja. Zoals bijvoorbeeld bij een referendum aanvragen over Ruigoord. Maar wij vinden dit niet spoedeisend van karakter. Nee, pardon, ik druk me verkeerd uit. Maar wij vinden dat het referendum geen deur kan gaan hebben, omdat het project spoedeisend is. En in de referendumverordening staat wanneer iets spoedeisend is, dat dat een reden kan zijn om het referendum niet door te laten gaan. Nou, van die bepaling wordt vaak een vals gebruik gemaakt. En dat is gebleken bijvoorbeeld bij een referendumaanvraag over Ruigoord. Maar dat is dus niet een speciale fout alleen maar van Jikkie van der Giessen. Nee, daar is de meerderheid van de gemeenteraad verantwoordelijk voor. Dus toch een artikel in de wet waarmee je een beetje kunt sturen en spelen. Als we het dat is waar. Ik vind het ook heel jammer dat dat in die verordening staat. Want je kunt er een willekeurig gebruik van maken. En dat helaas doet de gemeenteraad dat voor het grootste deel. Ander punt, Eiburg. Binnenkort zullen we het weten of het al dan niet gaat komen. Ja. U heeft daar een duidelijke mening over. U bent bepaald geen voorstander van Eiburg. Ik hoop dat het IJmeer open blijft. Het schitterend meer. Het laatste grote natuurgebied dat we hebben aan de rand van de stad. Het heeft prachtige, grillige kusten. Je kunt daar zwemmen, je kunt er allerlei dieren zien die je nergens anders meer ziet. Vissen hebben daar hun paaikamer. Het is een ondiep water wat op wereldniveau waar overeenkomst is dat beschermd moet worden. Ja, ik hoop echt dat we erin slagen om dat gebied te bewaren. En het is ook helemaal niet nodig om dat aan te vallen, want er is een andere oplossing. Maar van de andere kant, u zegt daar, god, er zitten wat vogels, wat zeldzame vissen. Maar is het niet zo dat in feite die gemiddelde Amsterdammer eigenlijk helemaal nooit bij dat einde komt om naar die vissen te kijken? Nou, nee, er zijn daar mensen die daar met bootjes naartoe gaan, die daar recreëren. En ik geloof best dat er ook een aantal mensen daar niet gaan kijken. Maar ja, dat neemt niet weg dat het dan toch gewoon gezond is voor onze omgeving. Dat er zo'n natuurschat is. Ja. Want dat speelt ook voor de kwaliteit van de lucht van de stad. Speelt dat gewoon een hele positieve rol. Het spel doen we dat. Ja. De partij De Groene wordt inderdaad meestal in contact gebracht met milieu-items en dergelijke. Ja. Over andere zaken, hoe je u en de uwe eigenlijk niet. Nou, wil dat zeggen dat er geen standpunt over is, of dat het niet in de publiciteit komt? Nee, dat is niet waar. Want kijk, veiligheid straat, als die stadsprovincie, dat is toch een duidelijk onderwerp wat van een andere aard is. Daar hebben wij dus een unieke rol in gespeeld. Ik heb gezegd toen dat er aankwam van, als die stadsprovincie doorgaat, dan treed ik af. Ja. En ik ben dus de enige gemeenteraadslid geweest die zich op een heel duidelijke manier heeft afgezet tegen die stadsprovincie. En die is er dus ook niet gekomen. Ja. Op een heel ander punt zijn wij bijvoorbeeld ook actief, namelijk tegen de vrouwenhandel. We hebben een nota gemaakt dat
in Amsterdam op een schandelijke manier vrouwenhandel wordt bedreven. Heel veel van die vrouwen die op de balletjes zitten, misschien de helft, misschien wel meer, precies weten we het niet, die is slachtoffer van vrouwenhandel. Die zijn hier binnengesmokkeld door die gasten die daar geld aan verdienen. En die leven eigenlijk in een soort van slavernij. Nou, wij vinden dat daar krachtig tegen moet worden opgetreden door de politie. En we vinden ook dat wanneer vrouwen uit die gevangenschap weten te ontsnappen, dat we die mensen moeten zorg moeten bieden en begeleiding terug naar hun thuisland. Nou, daarover wordt binnenkort ook in de gemeenteraad gesproken. En we hebben toch in elk geval zover dat dan nu mensen voor worden aangesteld om die zorg op zich te nemen. Is dat waar u op doelt? De zogenaamde wallenmanager die dus Nee, die zit er weer om de pooiers een beetje in toom te houden. Nee, wij hebben het zover dat er dan een coördinator wordt aangesteld om ontsnapte slachtoffers van vrouwenhandel op te vangen. Dus prostituees die ontvlucht zijn, zeg maar. Van de andere kant, we hebben het toch over de lokale politiek. Als we het hebben over prostitutie, vrouwenhandel, hebben we het over zaken die onder justitie vallen. Ja. Dus niet meer onder de bevoegdheid van de burgemeester. Nou, dat gaat over de openbare orde, maar valt er natuurlijk, het hangt er vanaf. Als gemeente hebben we natuurlijk heel veel mee te maken. Hè? Ja, maar de vraag is, valt dit natuurlijk onder die openbare orde of onder justitie? Nee, dit valt onder de zogenaamde portefeuille zorg van de gemeenteraad. Diezelfde wethouder van der Giezen, die heeft een portefeuille zorg waar bijvoorbeeld de GG1 en GD bij zit. Nou, die heeft daar dan rechtstreeks mee te maken. En er zijn ook verschillende particuliere organisaties in Amsterdam die te maken hebben met opvang van op die manier, slachtoffers van vrouwenhandel. Nee, ik dacht dat u ook doelde op de politie. Om ja, politie, zedenpolitie. Een afdeling zedenpolitie in Amsterdam. Die daar dus ook mee te maken heeft. Want ontvluchte slachtoffers van vrouwenhandel, die kloppen vaak dus aan bij de zedenpolitie. Ja, nee, mijn vraag is eigenlijk een beetje van, die burgemeester heeft bevoegdheid over de politie als het gaat over de openbare orde. Ja. Gaat het over justitiële problemen zoals dit, naar mijn mening is, dan heeft die burgemeester en dus de hele gemeenteraad daar eigenlijk helemaal geen bevoegdheid over. Ja, nee, maar de gemeente heeft wel degelijk zijn inbreng op het werk van de politie in zijn algemeenheid. Alleen als het gaat om toedeling van straffen enzovoort, justitie, dan staat de gemeente naar buiten. Dat valt uiteraard onder justitie. Maar de gemeenteraad heeft wel zijn inbreng in de bepaling van de, met name de taken van de politie en hoe de politie zijn tijd besteedt. Ja. En in ieder geval welke taken die verricht? Aandacht voor het prostitutiebeleid. Ja, en ook zijn verantwoordelijkheid heeft de gemeenteraad wel degelijk. Ja. Anders, laatste item, de veiligheid op straat. Je moet de gemiddelde Amsterdammer daar constant over klagen. Ja. 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 Terecht of onterecht, er is ook een behoorlijke angst, met name bij bejaarden. Men durft de straat niet meer op. Nogmaals, of die angst terecht is, dat zou ik niet die durven beweren, maar hoe kijkt uw partij daar tegenaan? Nou, wij vinden gewoon dat er meer toezicht op straat moet zijn. Meer sociale controle op straat ook. En dat kan je dus langs een heleboel verschillende manieren organiseren. En niet alleen agenten en stadstoezicht enzovoort. Maar ook moet je ervoor zorgen dat er bewoners zijn in de stad. Ja. Mensen en dat er toezien personeel is, ook bijvoorbeeld in de tram, dat er conducteurs zijn, dat er op de metrostations mensen aanwezig zijn. Dat er dus overal een wakend oog is. En ja, daar zijn wij dus de partij voor. Wij zijn ook tegen dat er overal via automaten kaartjes te koop zijn. Er moeten gewoon mensen zijn die contact verzorgen en die ervoor zorgen dat er toezicht is. Ja. Het is meteen goed voor uw werkgelegenheid. Ja, absoluut. Steef die geen wat dat betreft. Ja. En dat maakt gewoon dat de hele maatschappij geolied verloopt. Het armoedebeleid in Amsterdam, want het is nog heel erg slecht gesteld. 25% van de huishoudens leeft van een minimuminkomen. Bejaarden zitten er al niet veel boven. En andere zelfstandigen zitten ook op dat niveau. Ja. Ik heb begrepen dat er dit jaar iets van 9 miljoen bij komt voor het armoedebeleid. Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, wat dat betreft. Ja. Maakt u zich
daar ook sterk voor, dat daar meer geld naartoe moet gaan. Ja, want je ziet wel degelijk dat de maatschappij steeds meer uiteenvalt in verschillende groepen. De superrijken, de mensen die aardig wat geld te besteden hebben. En maar aan de andere kant een onderklasse van mensen die er gewoon niet meer uitkomen. Ja. Nou, die laatste groep, die moeten we beschermen. En die moeten we op een normaal niveau zien te tillen. Nou, dat kan je dus langs verschillende manieren doen. Ik denk dat één heel belangrijk punt toch is dat de algemene uitkeringen in het kader van de bijstandswet, dat die omhoog gaan, daar ontkom je niet aan. En dat moet gewoon gebeuren, want mensen hebben recht op een waardig bestaan. Mensen die hun inbreng hebben, die mogen niet in zulke armoede terechtkomen. Maar dat is wel rijkspolitiek natuurlijk. En als gemeenteraadslid heb ik ook een idee erover. Een van de dingen die je zou kunnen doen is dat je ervoor zorgt dat goed voedsel goedkoop ter beschikking komt van mensen die in de bijstand zitten. Ja. Want juist mensen die weinig geld hebben, hebben recht op goed voedsel. Dat hebben ze ook nodig, want ze moeten zich verweren in deze maatschappij. Ja. En nu is het zo dat kwaliteitsvoedsel, echt gezond voedsel, vaak duurder is dan gewoon voedsel. Ja, aanzienlijk. Ja. Nou, dus ik heb een voorstel ingediend dat mensen die een stadspas hebben, dus mensen die in de bijstand zitten, dat die tegen gereduceerde prijs goed voedsel, bijvoorbeeld bij biologische winkels of bij andere kwaliteitswinkels, kunnen krijgen. Nou, dat voorstel dat is nu een paar keer door de gemeenteraad een beetje huiverig bekeken. Maar dat zal ik binnenkort bij de behandeling van de armoedenota opnieuw indienen. En ik hoop dat je dus op die manier tot stand brengt dat mensen met weinig geld toch op een makkelijke manier goed voedsel kunnen krijgen op hun bord. Ander punt blijft natuurlijk ervan uitgaande dat goede voedsel er komt. Het kunnen participeren in de maatschappij. Dat gaat nog erg moeilijk met een inkomen op bijstandsniveau of daaronder. Absoluut, ja. En dan mag er inderdaad die prachtige stadspas zijn, maar het blijft natuurlijk een beetje behulp allemaal. Armoede isoleert, telefoon wordt moeilijk betaalbaar, het lezen van een dagblad, dat zijn dingen die houden vaak op met mensen die geen geld hebben. Uitgaan, de tram betalen en ook armoede veroorzaakt soms ook schaamte, omdat je kunt weinig voorloven. Nou, vandaar dus dat ik zeg, die uitkeringen, die bijstandsuitkeringen, die moeten omhoog. Dat moet gewoon gebeuren. Ik denk dat wat dat betreft het college van BW in Kluister gemeenteraad en u op eenzelfde lijn zitten. Ja. Alleen de vraag of inderdaad. Nou, op dat punt van dat je goed voedsel ter beschikking moet krijgen voor mensen met weinig geld. Ja, daarover verschillen we nog van mening met sommige partijen. Maar het zou best dus kunnen zijn dat ik daarin dus ook een standpunt inneem dat op langere termijn wel degelijk gehoord gaat worden. Want het is natuurlijk wel een gezichtspunt wat meerdere voordelen heeft. Als je dus goed voedsel ter beschikking stelt van de arme mensen, dan help je niet alleen die bevolkingsgroep eindelijk aan een soort recht. Maar je bevordert natuurlijk ook weer de milieuvriendelijke landbouw. Denk ik dat op den duur ook zeker zal gaan gebeuren. Van de andere kant kan ik me ook voorstellen dat mensen zullen zeggen, mooi voorstel, maar ik neem dan ook aan dat een bepaald percentage van die uitkering in zal houden dat eraf gaat. In ieder geval voor zeg maar bonnen, voedselbonnen om het zo maar even te noemen. Nee, mensen worden gewoon dus tegen gereduceerde prijs. Dus voor de prijs van normaal voedsel, zeg maar, het goede voedsel kunnen kopen. Nee, waar ik het toe wil, want daar zit natuurlijk een prijskaartje aan, dat een aantal mensen zullen zeggen, dat is allemaal wel leuk van aardig, maar ik heb die gemeente niet nodig om mijn uitgavenpatroon te gaan bepalen. Geef mij nou maar dat geld en of ik daar goed voedsel voor wil kopen of niet, dat is mijn pakkie aan. En daar heb ik niet meneer Van Duin nodig mij dat gaat opleggen. Ja, maar dat is dus de reden dat ik zeg, het Rijk moet de pijl van die uitkering verhogen. En het is niet zo dat ik denk dat alleen de gemeente geld moet bijspringen om dit probleem op te lossen van het goed voedsel voor arme mensen. Maar dat daarvoor ook het bedrijfsleven warm kan worden gemaakt. En dat er
een sfeer kan worden gecreëerd door de gemeente, waardoor je uit verschillende bronnen geld kunt vrijmaken om dit voedsel voor arme mensen tegen een normaal bedrag beschikbaar te krijgen. Want dat gebeurt op dit ogenblik wel in andere gemeentes, hè? Dan niet direct met voedselmarkten, begrijpen we wel, bedrijfsleven, bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld de krant sponsort voor mensen met een uitkering. Ja, 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 ja. In Amsterdam, ja, ja, nou, wij schijnen altijd achter te lopen op, ja, nou, op dat soort terreinen. Ja, prima. En dat zou op het gebied van voedsel ook kunnen gebeuren. In Amsterdam. Een logische tweede stap lijkt mij dan ook het openbaar vervoer. Want dat kost ook nogal het nodige. Haast niet meer te betalen voor iemand met een bijstandsinkomen. Ja, maar ja, de realiteit is natuurlijk wel dat het openbaar vervoer in Amsterdam zelf het springen staat. Hè? Ja. Doordat er tientallen jaren een politiek is gevoerd ten gunste van de auto. Ja. Zijn de straten overvol met auto's. Die zitten vaak ook op de tramrails. Ja. Dat betekent dat trams vaak langzamer gaan dan we zouden willen. En dat maakt weer dat de tram minder aantrekkelijk is dan de auto voor veel mensen. En dat heeft ertoe geleid dat we nu in een waanzinnig financieel probleem terecht zijn gekomen met het GVB. En dat bedrijf eerst wel een beetje orde op zaken moet gaan stellen. En dat we die problemen rond de financiering van het GVB moeten oplossen. Voordat we, om realistisch te zijn, de kaartjes nog goedkoper kunnen gaan verspreiden. Dat blijft voorlopig nog even modderen, het GVB. Want het schiet geloof ik niet echt op. Nee, maar het is natuurlijk ook een hele onvoldoende politiek op dat punt gevoerd. Omdat er is veel te weinig toezicht geweest vanuit de gemeenteraad op het GVB. Bij de GVB zijn ook vreemde dingen gebeurd. En we hebben, zoals ik zei, steltelmatig de auto ruimte gegeven. Het is zelfs in straten zoals bijvoorbeeld de Van Wouwstraat, ligt zelfs nog geen vrije baan voor de tram. Ja. Dus je kunt wel nagaan dat de tram dus behoorlijk gehandicapt is in het hele openbaar vervoer in Amsterdam. Ja. En de politiek is daarin gewoon tekortgeschoten. Heeft gewoon flink boter op zijn hoofd. Bent u een voorstander van het beleid van wethouder Bakker? Ik zit dan het beleid van wethouder Bakker? Nou, op het punt van de auto vind ik dat de auto niet streng genoeg wordt aangepakt. Er zou absoluut meer ruimte in de straat vrijgemaakt moet worden voor het openbaar vervoer en voor de fiets. En wat dat parkeerbeleid betreft, wat mij betreft gaat het niet erom dat de gemeente Amsterdam geld moet binnenkrijgen uit parkeerheffingen. Maar ik vind wel dat er ruimte moet worden gemaakt op straat voor tram en fiets. Nou, Die parkeertarieven, die dienen daartoe. Maar ik vind dat te veel nog daaraan wordt overgelaten. Ik vind dat gewoon dat door fysieke maatregelen de straat vrij moet worden gemaakt voor het openbaar vervoer en de tram. En dat wanneer je op het moment dat je merkt dat er te veel weerstand gaat ontstaan tegen die parkeertarieven als middel, dat je dat dan moet matigen. Maar ik vind ook wel dat de laatste tijd die matiging bereikt is, dat gerealiseerd wordt. Een revival van het witte fietsenplan of wellicht een witkarren, ziet u dat nog gebeuren in de nabije toekomst? Nou, ik denk wel dat de fiets meer de ruimte moet worden gegeven in Amsterdam. Want het is een ideaal vervoermiddel, de fiets is iets, maar bijna niet. En er moeten fietsenstallingen komen omdat fietsen gejat worden op grote schaal in Amsterdam. Ja. Nou, daar moet dus heel hard aan gewerkt worden, aan de realisatie van fietsenstallingen. En dan kom je al een stuk dichter in de buurt van de witte fiets. Kijk, fietsdiefstal is altijd een probleem geweest met witte fietsenplan. Ik kan me dat voorstellen. En die fietsdiefstal moet je dus gaan bestrijden eerst. Dan schiet je op. Ik heb trouwens nog een vraagje over dat witte fietsenplan van vroeger, wat ik nooit heb begrepen. Ja, van, wie plakt die fietsen nou als ze lek zijn?
Nou, je moet ervoor zorgen dat er dus een wijdvertakt netwerk is van fietsenmakers in de stad. Ja. En zelfs al worden die door de gemeente betaald op de een of andere manier, desnoods uit uitkeringsgelden of zo, dan nog is het onder bepaalde omstandigheden goedkoper om zo'n fietsenverzorgingsnetwerk te hebben, ja, dan overal autowegen aan te leggen en te zorgen dat die autowegen onderhouden worden. Dus ja, fietspolitiek, een positieve fietspolitiek, dat is absoluut geldbesparend. Het is ook zo dat het merendeel van de autoritten, ja, niet meer is dan 6 of 7 kilometer afstand. Ja, klopt. Ja. En dat, ja, dat is dus wat een fiets makkelijk kan doen. Bij uitstek. Ja, ja. Nou, gelukkig stelt ze dat de fiscus in ieder geval de dienstfiets inmiddels als aftrekpost heeft gemaakt. Dus dat is gaan we de goede nieuws, kant hè? Uit. Ja, ja, nou, wellicht een revival inderdaad van dat witte fietsenplan in de toekomst. Ja. Meneer Van Duinen, dank u zeer voor dit gesprek. Oké, dankjewel. Ik ben er tegen. Ik vind dat als dit zo doorgaat, Nederland misschien wel Nederstad genoemd zou moeten worden. En al asfalt en er is al zo weinig natuur om ons heen. En het lost zich vanzelf wel op. Er blijft toch altijd woningnood. Eiburg. Op 19 maart, morgen dus, mogen Amsterdammers gaan beslissen over Eiburg. Dat wil zeggen, ze mogen hun stem uitbrengen voor het referendum. Voor of tegen Eiburg. U heeft het vast gezien. De gemeente heeft de afgelopen weken heel druk haar best gedaan. Via televisiecampagnes, reclame, borden in de stad. Om u te overtuigen dat u voor Eiburg moet kiezen. Er zijn een aantal andere groeperingen. Met name Roel van Duin met zijn plannen voor alternatieve bouwlocaties. En natuurmonumenten. Maar ook heel veel individuen die zeggen dat Eiburg, daar moet je nee tegen zeggen. Nou, morgen mag u als burger alle argumenten nog eens de revue laten passeren en een beslissing nemen. En die beslissing is heel ingrijpend, want als 28% van de Amsterdammers zouden zeggen nee Eiburg, dan komt het er niet. Dat is al eerder gebeurd, dat weet u. Met de stadsprovincie hebben de Amsterdammers ook gezegd, dit zien we niet zitten. Maar de vraag is dus eigenlijk, wat moet u gaan stemmen? Nou, ik heb het allemaal eens aangehoord. We hebben in het programma van Mister Media niet alleen politici, maar ook architecten aan het woord gelaten. En ik moet u zeggen, mijn mening is, ik ben tegen. Niet omdat ik tegen woningbouw ben, niet omdat ik tegen de plannen ben, maar wel omdat ik voor overwegingen ben. Omdat ik vind dat er niet echt goed is nagedacht over die hele problematiek. En dat is me duidelijk geworden in de afgelopen maanden. Dat de argumenten die door het gemeentebestuur, maar ook door de tegenstanders naar voren worden gehaald, eigenlijk in mijn visie niet zo vreselijk helder zijn. Ja, er is woningnood. Maar voor wie? Als je 18.000 huizen gaat bouwen, dan betekent dat je 30.000 mensen kunt huisvesten. Stel eens voor dat je die 30.000 mensen inderdaad uit de stad en uit de binnenstad haalt. Dat zijn allemaal mensen die redelijk wat te verteren hebben, mensen met kinderen of die kinderen willen krijgen. 2 inkomensgezinnen. Eigenlijk haal je het hart uit de stad. Het hart wat betreft bestedingskracht, geld, inkomen. Je haalt de rijke mensen weg en die stop je in Eiburg. Toch een aantal kilometers van de stad. Je geeft ze geen auto. Mensen worden afhankelijk van het openbaar vervoer. Gaat dat allemaal wel zo aardig werken? Natuurlijk zijn er mooie plannen en er zal een metro komen, maar die komt er pas op zijn vroegst in het jaar 2007 of iets in die geest, naar Eiburg dus. De vraag is eigenlijk, heb ik de overtuiging dat men erover heeft nagedacht? En dan moet ik zeggen, nee. Er zijn duidelijke belangen. Natuurlijk willen de bouwers zo snel mogelijk aan de gang. Die liggen al een tijd stil, er wordt niet zoveel meer gebouwd in Nederland. Er is behoefte aan bouwlocaties. En daar zetten ze allemaal van die leuke rijtjeshuisjes neer. En ik geloof vast wel dat er hier en daar een haventje en een leuk dingetje komt. Maar eigenlijk zetten ze neer wat ze al kennen en weten. En ik twijfel eraan of daar over 5 of over 10 jaar wel behoefte aan is. Ik twijfel ook aan de wezenlijke intentie van het gemeentebestuur. Willen ze nu bouwen voor de Amsterdammers? Of willen ze eigenlijk die weggejaagde Amsterdammers die we 10 jaar geleden weggejaagd hebben naar bijvoorbeeld Purmerend
of Zaandam, die buiten zijn gaan wonen, willen we die weer teruglokken. Want die mensen betalen zoveel belasting, die geven zoveel uit. Dat maakt Amsterdam maar groter en machtiger. Dat vraag ik me af. Gaat deze nieuwe wijk Eiburg, stadsdeel, stad zal het ook wel worden, gaat die de mensen uit Amsterdam van huizen voorzien of de mensen van buiten Amsterdam? En ik denk dat het de bedoeling van de bouwers en de mensen die hierachter zitten, de financiers, die dat allemaal mogelijk moeten maken, is om het te verkopen aan de mensen die geld hebben, die hun oude huis kunnen verkopen en daardoor makkelijk hypotheken kunnen krijgen en niet in wezen bedoeld is voor de Amsterdammer. Want dan zou je toch moeten denken aan meersgezinshuizen, studentenhuizen, kortom een heel andere manier van denken over Eiburg. Ik mis dat allemaal. We hebben gesprekken gevoerd met allerlei politici. Ik heb heel veel mensen gevraagd, ook in het kader van dit programma, wat vind je ervan? En ik ben niet overtuigd van de noodzaak van Eiburg. Ik begrijp dat er huizen gebouwd moeten worden en die kunnen ook wel gebouwd worden. En er zijn in Amsterdam best wel plekken voor te vinden. Maar dit wordt weer even doorgedrukt. Een soort politieke stellingname van het huidige college. En ik moet zeggen, ik stem tegen. Laat ik daar maar eens duidelijk in zijn. Ik vind dat de heren politici zich weer voor allerlei karretjes laten spannen. En dat wij als Amsterdammer maar eens moeten zeggen, nee. Ik ben voor woningbouw, maar toch tegen Eiburg. U mag kiezen wat u wilt, maar ik vond het mijn plicht om ook mijn mening duidelijk te maken. En het niet in de lucht te laten hangen van waar je nou staat. Dus ga morgen vooral stemmen, voor of tegen Eiburg, maar maak gebruik van dit democratische recht. Bedankt en tot ziens. Er wordt hier gevraagd of ik tegen of voor Eiburg ben. Wij als echte zeemannen zijn natuurlijk tegen Eiburg. Ja. Uitgehongerd tot aan de laatste gram. Wat er ook gebeuren gaat, wij komen terug in Amsterdam. Amsterdam, stad aan het water. Amsterdam, stad aan de Rijn. Wie aan Amsterdam komt, die komt ook een beetje aan mij. Amsterdam. Ja, en dat was het dus voor wat betreft Eiburg. Ga dus zeker stemmen, maar denk goed na wat u gaat stemmen. En onze dank natuurlijk aan de virtuoze matrozen wiens zangkunst we gebruikten om dit programma een beetje frisse toon te geven. Simon Vinkenoog, artiest, dichter en bij de Barbier, vlakbij het Begijnhof, een tentoonstelling die afgelopen zondag geopend werd.